Wat zou er zijn gebeurd als er voor de kust van Overijssel nooit een polder was aangelegd? Langs de hele kust van West-Overijssel stond het leven in vorige eeuwen vooral in het teken van de visserij. Wellicht zou Vollenhoven nu net zo van de visserij leven als dat het stadje vroeger deed. Urk en Vollenhoven waren destijds aan elkaar gewaagd. Maar op Urk leeft men nog steeds van een enorme vissersloot. En in Vollenhoven bestaat de visserij alleen nog in oude archieven. Ondanks dat het een zwaar leven was, was het toch een mooi vrij leven. En dat miste je. Over de inpoldering en de doodsteek voor de visserij in Vollenhoven. Daarover gaat deze aflevering van Het Oversticht. Ontstaan doordat hier het kasteel werd gebouwd van de bisschop van Utrecht. En die bouwde hier het kasteel. En daaromheen kwamen natuurlijk mensen wonen, zoals borgmannen, dat is eigenlijk de hofhouding, wat neringdoende en ambachtslui, maar ook vissers, die hier natuurlijk voor de kust van Vollenhoven gingen vissen. En in het begin was het zo dat eigenlijk de vissers hier op zoetwatervis gingen vissen. De steur bijvoorbeeld en de zalm, dat zijn eigenlijk de twee bekendste vissoorten. En dat zijn zoetwatervissen. Dan zei je, hé, de Zuiderzee, dat is toch zout? Maar dat was in het begin eigenlijk niet zo. En dat had te maken met de uitstroom van de IJssel en van de Vecht. Er kwam veel zoet water door die rivieren. En dat kwam natuurlijk hier in het gebied in de Zuiderzee terecht. Maar ook vanuit Holland kwamen er kapers op de kust, zou je kunnen zeggen. En dat had te maken met de groeiende bevolking in Noord-Holland. In die tijd Holland, kun je beter zeggen. En die haalde hier dus een vis vandaan. En dat was voor de visserslui hier in Vollenhoven omgeving natuurlijk niet zo leuk. En dit heeft ook wel geleid tot echt strijd tussen de Hollanders en de mensen hier. En het was zelfs zo dat de Hollanders namen gewapende vaartuigen mee. Dus dat men vanaf die schepen eventueel kon schieten als men belaagd werd. Want men had hier aan deze kant wel eens bepaalde tactieken om onder het water palen te zetten. Zodat de Hollanders daar op stuk konden varen. Dus er werd strijd gevoerd en dat ging eigenlijk door in de 17e eeuw. Vollenhovers, gemoedelijk, nuchter en tot 1859 voornamelijk protestant. Want in dat jaar komt er een einde aan het eiland Schokland. De schokkers verspreiden zich na de storm over andere kustplaatsen en een behoorlijke groep komt naar Vollenhoven. Daar wordt het oude fort in de binnenhaven het nieuwe eiland van de schokkers. Rond 1840 dan groeit hier de vloot. Ook op het moment dat de schokkers eigenlijk van hun eiland afgezet worden, komen die voor een groot deel hier naar de stad Vollenhoven. Een deel wijkt uit naar Kampen en Amsterdam, Volendam. Maar ook een grote groep, vooral Rooms-Katholieke vissers, die vestigen zich hier in Vollenhoven. En dat betekent natuurlijk dat men ook ruimte moet hebben voor alle schepen in de haven. Men had eigenlijk nooit een haven. De schepen die hadden de mogelijkheid om gebruik te maken van de oude kasteelgracht. En in 1824 is dat eigenlijk de vissershaven geworden. De oude binnenhaven zoals men dat hier zegt. En pas in 1904 komt er een grote buitenhaven waar al die schepen een plaatsje kunnen vinden. In die jaren rond 1910 verdienen 244 mannen in Vollenhoven hun brood op 110 schepen. De vloot staat bekend om zijn deugdelijkheid en snelheid. Maar desondanks staan vissersvrouwen vaak te wachten tot het zware weer de mannen terugbrengt. Naast de binnenhaven komt een visafslag waardoor de vangst voortaan een vaste prijs oplevert. Maar dan komt de oorlog en valt de export naar Duitsland stil. In 1918 neemt de regering dan het besluit om te gaan inpolderen. Te beginnen met de afsluitdijk. Er was natuurlijk wel armoede. De visserij ging langzamerhand achteruit. Er werd natuurlijk minder gevangen op de Zuiderzee. Zeker toen die afsluiting dichter en dichterbij kwam. Bepaalde vissen verdwenen, zeker in 1932. Er werd eigenlijk geen platvis meer gevangen hier.
En dat was natuurlijk eigenlijk al een hele grote schadepost. Men moest dus in feite overschakelen op andere vissoorten. Men had eigenlijk het hele jaar een bepaald, wat zal ik zeggen, steeds werden er andere vissoorten gevangen. En dat ging nu veranderen. Dus dat betekent dat in bepaalde perioden van het jaar helemaal geen mogelijkheid was om te vissen. Want die vis verdween uit het voormalige Zuiderzeegebied. Hè. Dat was nu IJsselmeer geworden. We begonnen het voorjaars met spieringvissen. Nou, als je dan een 120 gulden in de week bij elkaar bezonnen, dan zat het goed. En dan als de spiering afgelopen was, want dat is in de vorstperiode, dan begon je met de paling. Dan ging je vanzelf weer schieman, schieman noemen we dat altijd, de boel schoonmaken, in de teer zetten en verven en dan gingen we op paling vissen. En dat het hele zomer door. Er stond zeg maar tot half weg Markenesse stond er eigenlijk wat weinig water. Zie, als de wind oost was, dan kon je raast niet komen met een straf oostenwind. Dan liep het zo goed als droog. Was de wind nou een beetje westelijk, noordwest, nou dan kon je zo vlot invaren. Dat. Nou, we zijn begonnen met een bolletje, Vollenoos bolletje noemen ze dat. En toen later zijn we dan begonnen met die botter. Toen was wij zeg maar met de kuilvisserij. Maar dat Vollenhoofdse bolletje, dat was een scheepje voor de walvisserij. Dat is wat ons van ondiep water. Kijk, dat is een platbodempje. En dat gaat niet zo diep. Dat gaat zo'n beetje 1,5-2 voet. En als je nou een botter hebt, die is ongeveer 1,20. Kijk, we konden een beetje bij de wal vissen. Dat was hoofdzakelijk voor de staande netten was dat. Want die vis die ging bij de zomerdag ging die kuitschieten, die ging de wal op, dus die ging op ondiep water. En daar waren wij dan met die netten bij om die vis daar te vangen. En dat was een Vollenhoofds bolletje. En dat is dit scheepje, er zitten twee bunnetjes in. En er zit hier zo, hier onder die plechten zit een veronder en een paar kooitjes en zo. Daar kunnen we in slapen en een beetje eten koken en zo, een beetje bivakeren. Maar het grootste gedeelte van de dag, dan zat je boven. Dat was ons thuisfront, boven dek. Daar hadden ze die Vollenhoofdse bolletjes ook opgemaakt, want die waren eigenlijk te licht gebouwd voor het werk wat ze moesten doen. Maar dat ging alleen als ze een paar centimeter vlotter gingen, zeg maar. Want dat waren ook meer scheepjes om bij de wal, zeg maar zo van Blokzijl, Keuren, zo daar bij de wal. Niet, en daar op Zwarte Meer nou. Daar stond niet zoveel water, daar waren die scheepjes daarop gebouwd. Ja, want ik had ontzettend veel last van zeeziekte. Ik heb wel eens zo zeeziek geweest dat er de bloed uitkwam. Maar even moest ik doorzetten, want je was derde man en die konden ze niet missen. Daar komt Piet aan, daar komt Klaas aan. Dat zag je aan het tuig, aan het model van het schip. Niet, dan waren je nog wel een heel eindje van elkaar af hoor. Elk schip had zijn eigen model. Als ik beneden kwam en ik rookte koffie, dan ging het alweer. Ja, en het eten op vuur, je had niet. En je moet niet meer anders dan overgeven, spuug. En dan brachten ze mij weer naar de wal. En dan lag er een schipper aan de schokraven. En dan leidden ze mij dan in. En dat was de Anton, was dat, zo'n tankboot was dat. En daar heb ik een week, voor dood heb ik daar gelegen, hoor. Zo ziek. En dan gingen we vrijdags of zaterdags gingen we weer naar huis toe. En als maandags moest ik wel weer mee. Een zware tijd, maar toch ook een mooie tijd. Een hele zware tijd. Met Jan Kruijs hebben wij eens een keer een nacht meegemaakt. Toen zouden we in Urk. En het was mooi weer. En toen s'avonds, toen zegt mijn vader, we kunnen ook nog wel een streek doen. Een streek met net, weet je wel. Nou, en toen zijn we onder de wind, die was een beetje noordwest. En toen onder ten Kuizenzand, dan ging je aan het net en dan trok je zo op Lelystad aan. En die wind die wakkerde en die wakkerde maar en die wakkerde maar. En het werd geen weer meer om te vissen. En toen zouden we naar een kuizen toe. Maar dan had je een blinde pier, had je bij een kuizen. Dat is nou die sluisje, dan had je een blinde pier. En er stond geen licht. En toen waren we van gedachte dat we er als hoog boven zaten, dat we voor de wind net binnen die pier langs konden. Maar toen zaten we er beneden en toen kwamen we beneden die pier terecht en toen moesten we ankeren. Nou, en toen s'nachts windkracht 9, daar hebben we van geweten hoor.
De hele nacht van de buiswater allemaal scheppen. Toen is ons zwaard eerst nog van de kant af gewoon, die zwaardloper die brak. En toen met die pen van voren, die schoot eruit, waren we zwaard nog kwijt. Toen hebben we een broedernacht gehad en toen ochtends toen klaarde het een beetje op. En toen hebben we voor de wind zijn we op Urkan gegaan met een paar ringen fok. Voor de wind. En toen zijn we voor slecht weer bij Urkan gekomen. Maar dat was een broedernacht. De hele nacht zijn we toen in de weer geweest. De een die heeft vandaag gelijk, morgen heeft de andere weer gelijk. En dat stel je hem wel een beetje op elkaar in. Maar als je in de polder werkt, dan zit je, ja, dan ze zeggen dat moet je doen en dat kun je doen. Dat is heel anders. Voor de kust van Vollenhoven wordt langzaam maar zeker gewerkt aan de ringdijk rond de nieuwe Noordoostpolder. In 1914 is die dijk klaar en Vollenhoven heeft de eer om de eerste vissersplaats te zijn die van de Zuiderzee wordt afgesloten. De Vollenhovers zoeken nieuwe visgronden, maar moeten daarvoor wel helemaal rond de polder. Sindsdien blijven de vissermannen vaak een hele week van huis en overnachten op de scheepjes. Toen de dijk er doorgekomen is, die in 1942, die polderdijk, toen is het voor de Vollenhovenaren een klein beetje afgetakeld. Maar toen moesten ze zo'n eind varen voor als ze op de viswateren waren. En daar zijn er de meesten mee gestopt. Je zat dus bij een petroleumlampje, wat ze dus, van die lampjes die ze dus veel gebruiken voor nachtpitjes vroeger, met zo'n rond eitje erachter. En ja, zo gemakkelijk zat je daar ook niet, want dat waren maar banken waar je op zat. En het was meest kniewerk, want ze waren dus ongeveer, laat ik zeggen, een dikke meter hoog, E25. En dan stond er een vuurduvel stond er, en die kachel die hij aan. Dus warm kon je het weer krijgen. Je went er wel aan, natuurlijk went er aan, maar je moet een vrije leven, moet je wel wat prijs geven. Want ik heb altijd vrij geweest als je aan boord bent. Dan ben je met z'n tweetjes of met z'n drietjes en er overleg je veel. Op een vrijdagmiddag zijn we uit Elleborg gegaan, ja, want we moesten toch naar huis toe. Want dat was de gewoonte, weer aan schip mee naar huis toe. En toen zijn we weggegaan, ja, heel, heel slecht weer. En toen hebben we van Elleborg tot aan de kop van de Schokkeraar aan de scheppers staan. Dat hij het water overnam, buiswater. En water aan de zijkant, dat hij de boot ondersneed. We waren echt bang. We dachten dat we het land niet weer zouden zien. Want dat is eerst wat hoor, als je dan van de kop van de boot van achter tot de dollen toe onder water zat. En je moet de hele tijd aan de hozen zijn voor mijn broer van voren en ik van achteren. En dan een uur of anderhalf aan één stuk door. Want een uur of anderhalf zeil je erover van Elleborg tot de kop van de Schokkeraven. Ja, dat was niet zo'n mooie tijd hoor. En weet je wat het was? Het was allemaal armoe. Wij wisten niet beter. Wat als vader en moeder zeiden, dat moesten we doen. Dat was die tijd. Ja, zo ben we opgegroeid. Iedereen zei, oh, krijgen ze nog niet klaar. Niet. Maar ja, als je dan zei, en de wieringen meer dan. Ja, dan begon men toch wel iets anders te denken. Niet. En die denken, die voortdurend maar. Maar ja, eerst wou het er eigenlijk niet in dat ze dat klaar konden krijgen. Nou, de polder hebben ze ons afgenomen. Mijn broer is toen gaan emigreren naar Canada toe. Dat was in 1953. En toen hebben wij nog een botter gekocht. En toen zijn we naar kuilvisserij gegaan. En die foto die heb ik daar zo, weet je wel, die heb ik u gegeven daar zo. En toen zijn we nog een jaartje of drie. Maar dat werd steeds verder moest hij van huis. Want toen kwam die Markenwaard, die Zuid-Hoflevenpool, die werd weer droog gemaakt. En dan moest hij steeds verder van huis. En toen hebben we nog een klein poosje in de Markenwaard gevist. Maar toen is mijn vader gestopt. Hij zegt, we zeiden er maar uit, want dit is niet meer te doen. Heel de week van huis, dat waren wij anders ook wel, maar je ging steeds verder. Die man die kon het niet meer volhouden, die was inmiddels 60 jaar toen in die tijd. Want mijn vader die was van 1895, kun je me nagaan, dat was al een oude man.
Kijk, en die moest, 's nachts moet je in de weer zijn en overdag moet je in de weer zijn en dat kon hij niet meer. En de visserij was ook niet zo denderend dat als je zeggen kan, we hebben er een dik stuk brood in. Ik heb dus gewoon, hebben wij doorgevist. Maar je had dan veel mensen die daar mee kapten. Die kon dan hier in Sloten graven, in het Staatsbos, in de polder. Voor de visserij wel hoor, is hij de doodsteek wel geworden. Zeg maar, dan hadden wij een mooie vissersvloot gekregen net, een moderne vissersvloot. En dan hadden ze de kosten hier ook wel verdiend. Want dit was een rijk stukje water dit. En de vissers ja, hadden toen geen emploi meer. En het laatste schip wat officieel stond geregistreerd, viste vanuit de Urk en is er in 1971 mee opgehouden. De Urkers die hebben de laatste paar jaar hebben ze veel geld verdiend. En toen als die kottenvisserij losgekomen is, dan hadden ze hier ook op diezelfde kotters gevaren. Dan had het veel beter geweest. Dat is net als je de Noordzeevloot van Urk hebt, zo moet je dat nou bekijken. Ik denk dat het ook een bepaalde tegenwerking is geweest van de overheid. Jongens, we moeten die visserij een beetje aan de kant schuiven. En Vollenhoven is daar gewoon de dupe van geworden. Ook als we kijken naar andere steden die daar later ten onder zijn gegaan door de inpoldering. Die hebben pas veel later gezegd van ja, we hadden Vollenhoven eerder moeten helpen en bijstaan. Maar die hebben gedacht van nou, dat is hun pakje aan. Onze tijd is nog wel goed. Mijn vader die leefde nog en die is 96 jaar geworden. En die had ik een keer, hij zat in zo'n rolstoel. En toen reed ik een keer met hem bij de haven langs. En toen zegt hij, mijn jongen zegt hij, vroeger was het een haven met armoe en nu is het een haven met wilde. Het was diezelfde man. Want die had die wilde en die armoe ook meegemaakt. Die armoe van vroeger wist hij ook. Hij zegt er nou eens een avond met wilde. En zo was het ook. Ja, ik zou niet in de polder willen wonen hoor. Al willen ze mij dubbele maat wonen, niet. Dan ga ik vast niet in de polder wonen. Want dat is ons bijgebleven. Ja, die hebben ons wel zacht genomen. Als je op zoek gaat in Vollenhoven, dat moet je zeker doen, dan vind je hier en daar nog die oude sfeer van de visserij. En de smalle steegjes, hier en daar nog een klein vissershuisje verscholen tussen andere huizen. De palingrokerij aan de haven en zeker de oude binnenhaven is natuurlijk prachtig om te zien. Maar ja, er zijn geen schepen meer. En eigenlijk is dat heel erg jammer. En de geur en de kleur van de visserij van weleer is verdwenen. En dat is heel erg jammer.